Welkom terug bij deel 2 van mijn moeder de jaardag. Oké, ik ga ontbijt voor mijn moeder maken. Dus hier ben ik bezig pannenkoek mix te maken. Ik zet kaneelpoeder, melk. En je moet het natuurlijk goed draaien. Ik zet ei. Dat moet je ook goed klutsen. En dit is mijn pannenkoek. Mijn moeder houdt niet echt van thee of koffie, dus dan zet ik lekker sap. My favorite, by the way. Oké, guys, ik ben al klaar met ontbijt maken voor mijn moeder. Ik ga er zo meteen roepen en dan ga ik de verrassen. Ma! Ja? Kan even toch? Neem maar plaats. Je mag dit alvast. Gefeliciteerd. Dankjewel. Oh ja. Met filmen, want ik kon de reactie niet meer pakken, maar we gaan bussen. Kracht, gezond en je verder leven, Jeremy Boudou. Oké,
vond je van gisteren? Zo, ik vond het leuk. Jullie hebben me verrast. Dankjewel. Goedemorgen, ik ben nu pas wakker. Ik heb geslapen. Mijn oma heeft mijn moeder, nadat we zijn gaan bussen, verrast met groot bassin. Het is leuk geworden. Dankjewel oma, want zelf over deze verrassing wist ik niet. Ik wist wel van de verrassing van 's morgens. Maar na bussen was voor mij ook een verrassing. Maar dat feestje was leuk en ze heeft echt genoten. Nu moet ze gewoon zo zitten. Bedankt voor het kijken. Like, comment, subscribe. En alles wat ik zou zeggen is, mis me niet. Bye!